De geruchten over een liefdeshereniging tussen Linda de Mol en Jeroen Rietbergen houden de gemoederen flink bezig. De story sprak met loslippige buren, die Jeroen weer continu over haar oprijlaan zagen rijden. RTL Boulevard gaf Linda deze week een waarschuwing, het programma zou het heel raar vinden als de twee weer bij elkaar komen. Inmiddels wordt Jeroen alweer een week bij zijn ouders in Vlissingen gespot, melden meerdere juice-kanalen, waaronder die van Yvonne Koldewijer. Vieze Jeroentje wordt al sinds afgelopen maandag gespot bij zijn ouders thuis in Klaverveld, Vlissingen. En dat is een takke eind bij de villa van Lin vandaan, zegt ze op haar juice-kanaal. Het is volgens haar niet zomaar een familiebezoekje. Zijn auto staat daar elke dag op de stoep, dus hij lijkt tijdelijk te zijn ingetrokken. Yvonne houdt er serieus rekening mee dat Linda is geschrokken van alle media-aandacht. Een aantal weken geleden bracht ik dat hij weer samen is met Lin en de afgelopen weken is dit overgenomen door de mainstream media. Werd het toch te heet onder Lin haar voetjes en heeft ze vieze Jeroentje, onder druk van buitenaf, weer uit huis gekikt? Het juice-kanaal Reality FBI kan maar één conclusie trekken, hij kruipt 's avonds niet meer in het bed van Linda de Mol. Jeroen heeft toegegeven dat hij zich grensoverschrijdend heeft gedragen als bandleider van The Voice. Daarvoor is ook aangifte tegen hem gedaan.